en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van vissen. Ik hoop dat het goed met jullie gaat vissen. Let wel, het zal niet met iedereen resoneren. Dus laat het dan ook los. Kijk eventueel je maan, ascendant of je venus teken. Of ga naar www.revibestarot.nl voor meer informatie voor een persoonlijke reading. Ook wil ik iedereen hartelijk bedanken die zich afgelopen tijd heeft geabonneerd. Super dankbaar ben ik jullie. En ja, jullie helpen mij natuurlijk groeien. En uit dankbaarheid wil ik natuurlijk weer iets terug doen. In de maand juli maak je weer kans op een persoonlijke reading. Wat moet je daarvoor doen? Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Het is gratis, dus het kost je verder niets. Laat een like achter en een rood hartje voor de persoonlijke reading. En je maakt kans op dit prachtige deck van Rider-Waite. Een mooi glimmend deck is het. Wat moet je daarvoor doen? Abonneer, like en een paars hartje. We gaan eens kijken, lieve vissen. Ja, jullie zijn altijd als laatst, hè? Ja, maar goed. Save the best for last, zeggen ze altijd. Ik heb hier elkaar leren kennen. Oké, als je je diepste zelf met elkaar deelt, wordt jullie band steeds hechter. En blijf je openstellen. Of blijf optimistisch over je liefdesleven, sorry. Positief denken en vertrouwen zullen je de romantische liefde brengen. Wauw. Eens kijken wat ik van dit prachtige deck nog mag weten voor de lieve vissen. Spirit, wat mag ik nog weten voor de lieve vissen? Geef bedankjes voor de blessings van de liefde. De zegeningen van de liefde. Die snel op je pad zullen komen. Weet wat je deserve. Moet ik even nadenken. Soms ben ik zo'n oen in dat soort dingen. Weet wat je verdient. To be have all that in your heart. Wees dankbaar en vertrouw er ook dat wat in je hart zit, je ook echt wilt manifesteren. Dat het ook je echte desire is, je wens. Ja, soms met die vertaling, soms kan ik het gewoon beter in het Engels. Dat is heel stom. We gaan eens kijken, wat is het thema voor de lieve vissen? Wauw, ja. Supermooi, ja. Zie, snel op je pad elkaar leren kennen en de liefde komt op je pad. Nou, als dit niet een bevestiging is, en wat is de uitdaging? Dat wil ik ook graag weten. Een keuze maken. Hij ligt andersom, dus dat kan een uitdaging zijn. Misschien dat je terugkijkt steeds of dat je het lastig vindt om een keuze te maken ergens in. We gaan eens kijken wat er in het verleden, in het nu en in de nabije toekomst is geweest. Ik heb hier, wauw, communicatie. Er was veel communicatie met een persoon. Snelle energie. Wauw, veel liefde. Een liefdesaanbieding. En judgment, een bevrijding. Dus het kan zijn dat die persoon dat die op je pad kwam. Of dat de persoon die, waar jij een communicatie mee hebt gehad, die zijn liefde naar je heeft getoond. Dat dat voor zoveel bevrijding heeft gegeven. En dat jullie elkaar zo aanvoelde. En dat het een stukje heling voor je heeft gebracht. Is wat ik voel. In het nu zie ik hier de 8 van zwaarden. Wauw. De wielrad van fortuin. En het 2 van zwaarden. Ja, je bent een beetje in de war. Of in de war, maar je bent een beetje besluitloos. Ik heb hier de Queen of Coins in het... Wauw. In de toekomst en de Page of Wands. Super mooi. En onderop, Justice. Ja, wat ik voel is dat je in een karmisch deel zit. Je bent onzeker en het is belangrijk om je zielsmissie door te gaan laten gaan. Zodat je ook een balans vindt in je leven om dus misschien een keuze te maken, is wat ik zie. Want je hebt een visie, maar je durft de stap niet te nemen. Je gaat terug naar iets wat waarschijnlijk gewoon niet meer dient in je leven. Dat is een beetje wat ik voel. Ja, liefde is soms al lastig. We gaan eens kijken, lieve vissen, wat ik al zei. Communicatie in het verleden met een persoon die gewoon veel liefde had. Die heeft een aanbieding gedaan. Misschien een excuus, maar in ieder geval een kleine aanbieding. En jullie hebben een gesprek gehad. Is wat ik voel, wat gewoon op één lijn zat. Dat is wat een beetje wat ik voel. En één lijn bedoel ik mee. Jullie begrepen elkaar eigenlijk in heel veel dingen. Jullie hebben wel veel gepraat, maar jullie...
Ja, ze hebben dezelfde energie. Dat is wat ik voel. In het nu zie ik dat jij door een cycle gaat. Er is iets in jouw pad wat moet transformeren. Maar wat ik voel is dat jij soms in gedachten zit. Je zit in gedachten en je voelt je soms gevangen door het feit dat je misschien niet verder kunt. En dat zijn je gedachten. Het is belangrijk om dat los te laten. Het kan zijn dat je nieuwe inzichten moet gaan krijgen. Want of je moet afsluiten van iets of om weer inzichten te krijgen in jezelf. Het kan zijn dat je soms afgesneden bent van je intuïtie, maar blijf daarop vertrouwen. Voel in je hart wat je voelt, want je hebt iemand in je omgeving waar je veel liefde voor hebt. En daar heb je ook mee gecommuniceerd, of daar ben je mee aan het communiceren, maar in ieder geval zijn er hart-tot-hart conversaties geweest, is wat ik voel. In ieder geval heb ik hier de Queen of Coins. Het kan zijn dat je met de stiersteen op maag te maken hebt, of je hebt het zelf in je energie. Ik heb hier ook, judgment is boogschutter, volgens mij, ja. En dit is, moet ik even denken, weet ik zo even niet, mijn excuses. In ieder geval zie ik ook de 4 van staven. Ja, er is een commitment onderweg, de 11-11 kaart is dit. En dat zegt al genoeg over het feit dat jullie zo op één lijn liggen. En ik heb hier de Page of Wands. En dat is iemand die heel veel passie in je leven kan brengen. Jij hebt heel veel passie voor die persoon. Die persoon is stabiel, die persoon weet wat hij wil, houdt van de natuur, houdt van wandelen. Ja, is een vader, echt een moederfiguur, maar tegelijk veel passie. Dus ja, je ziet ook, jullie zijn gewoon verliefd. En dat, ja, dat komt er ook aan. Is wat ik voel. Ik ga eens verder vragen. Wat mag ik weten over weer de 8 van zwaarden. Zie, de 5 van bekers. Ja, wat ik voel is dat je jezelf, want weer de 8. Dus het zijn echt, je zit echt in gedachten. Wat moet ik? Hoe kan ik iets doen? Het is belangrijk om angst te aanvaarden en uit iets te gaan wat niet meer dient. Dat is de boodschap wat ik je mee kan geven. Want je bent getreurd over iets, over het verleden. Of je zit in iets wat gewoon niet meer dient. En er is iemand die liefde heeft voor je. Want er liggen 2 cups vaak achter. In het echte ridders wetero liggen er 2 cups te wachten. En er is nog veel emotie voor een persoon. En die persoon heeft dat waarschijnlijk ook voor jou. Want het is belangrijk om uit je gedachten te komen. En dus voor jezelf op te komen. Om dus innerlijke strijd. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met een huwelijk. Wat niet meer dient. En dat je daarvan weg kunt gaan. Omdat je eigenlijk innerlijke bevrijding wilt. Ja, vanzelfsprekendheid in een relatie. Dat is een beetje wat ik voel met deze cups. Wat mag ik weten over die 2 van zwaarden? Wauw. Ja. Je twijfelt over een commitment of over iets wat getransformeerd moet worden. Je wil die happiness. Je wil het zielsgeluk. Je wil hetgeen waar je over fantaseert. Maar daarvoor zou eerst ergens een transformatie in moeten worden plaatsvinden. Je zou een keuze moeten maken of spirit gaat je helpen. De dood zegt eigenlijk, dood en wedergeboorte staat hier. Dus er moet iets eerst doodgaan voordat er weer iets kan transformeren. En soms heb je daar zelf ook een aandeel in om dat te doen. Maar ik zie wel dat je daarover nadenkt. Het kan zijn dat je ook te maken hebt met een luchtteken, waterman, weegschaal of tweeling. Maar er is iets waar jij een gedachte over hebt om een keuze te gaan maken. Dus het zit wel in je energie, maar ik voel dat je het soms nog niet echt durft. Dat is de Queen of Coins, wat mag ik daarvan weten? Wie is die persoon? De 5 van zwaarden, de koning van munten en de zegelaar. Het kan dus zijn dat je met meerdere personen te maken hebt. Hoeft niet, kan wel. Maar er is iets waar jij of in gedachten zit, of er is jaloezie. Het kan ook zijn dat je negatief denkt over de situatie. En ik heb hier de koning van munten. Weer een aardeteken, stiersteen op maagd. Maar ik zie wel de zegenwagen.
En wat ik voel is dat je het lastig vindt om misschien vooruitgang te boeken met een persoon waar je veel liefde voor kent. Want dit is natuurlijk een koppel. De koning en de koningin van munten. Dan hoeft het niet te zijn dat jullie aarde, dat de persoon aarde is. Want het kan in jullie chart zitten van astrologie. Maar in ieder geval de zegenwagen. Dit is succes en evenwicht eigenlijk, na een lastige periode. Dus het is belangrijk om die lastige periode in je leven los te laten en discipline eigenlijk op te brengen. En je gedachten schoon te houden en je te laten leiden door het goddelijke. Zodat er weer movement komt en harmonie en balans in je leven. Want dat voel ik dat, ja, er is iets, er is veel liefde op komst, is wat ik zie. Ja, de koning van bekers, de maan. Zie, je bent onzeker. Dat zijn jullie zelf. Er is iets gebeurd in het verleden. Ja, wat ik eigenlijk al zei. Wat, dit is dit onderliggende gedachte, want het is onderbewustzijn. Jullie zijn heel gevoelig en interpretatief. Maar het is belangrijk om ook voor jezelf te kiezen. En dat is misschien een beetje soms iets wat je moet leren. Of wat je hebt moeten leren. En misschien dat die persoon die in het verleden of recente verleden waar jij mee hebt gecommuniceerd, jou dat ook heeft gezegd. Of ja, dat er zoiets is geweest. Want er is iets waar je bang voor bent om kwijt te raken. Of je voelt je niet begrepen met een persoon. Bang voor verlies. Onzeker of de liefde wel echt zo is als je iets loslaat. Dat is een beetje wat ik voel. Dus onderliggend ligt. Heb je veel liefde, maar ondertussen ben je ook heel onzeker over iets. Of het wel echt zo is. Maar Spirit zegt, ga naar je intuïtie. Want er is veel passie met iemand uit het verleden waar jij mee hebt gecommuniceerd. Ja, dus dat is, er is veel liefde met iemand uit het verleden of misschien recente verleden of waar je contact mee hebt gehad. Die dus heel graag weer contact met jou wil of weer contact komt. Want dat zie ik. En veel passie en weer oude herinneringen ophalen. Veel passie zie ik. Echt veel passie. Ja, de koningin van munten. Ja, zie. Ja. Maar je zou weg moeten gaan van iets. En wat geduld hebben met... En optimistisch blijven. Want je hebt je plantjes al gezaaid. Jij bent ergens al mee bezig geweest om iets te manifesteren. Je gaat ook een stap nemen, is wat ik in de toekomst wel zie. Dus je twijfelt is nog wel, maar de energie is wel dat jij gewoon weggaat van iets naar rustig vaarwater. En het is heel moedig, want daarmee zet jij de eerste stappen op weg naar innerlijke vrijheid. Al, ja, nou, dat gezegd hebben we. Naar geluk, naar innerlijke vrijheid, emotionele vrijheid. Naar de zon. Supermooi. Ja, een nieuw begin. Gewoon weer genieten van het leven. Wat is nog, ja, ik ga nog wel even vragen wat die, ja, zie, 7 van bekers. Er zijn meerdere opties in je leven, waardoor jij misschien soms verward bent, onzeker bent. Wie maakt jou gelukkig? Welke cup gaat jou vullen? Ga ik voor die persoon? Laat ik achter wat ik achterlaat? Wat misschien soms wel stabiel is, dus wat ik voel, of ja, wat... Waar je wel iets mee hebt meegemaakt. Of ga ik voor dat schip wat binnenkomt. En ga ik gewoon de stap zetten. En kom ik uit die illusie. Het kan dus zijn dat je soms denkt dat het een illusie is. En jullie zijn natuurlijk de vissen. Maar ik zie wel kracht. Dus je krijgt wel de kracht en de onvoorwaardelijke liefde. En ga naar je intuïtie. Echt, dat is zo belangrijk. Voel wat je voelt. En ga daar gewoon voor. Want je voelt het niet voor niks. Sluit iets af om dus weer een completion te krijgen. Wat is het advies? Spirit, wat is het advies voor de vissen? Oeps. Ja, nou ja. Sluit iets af, ja. Herhaling van woorden. Maar het is belangrijk om een transformatie aan te gaan. Met jezelf, met iets in je leven. Om dus gewoon te groeien. Iets wat dient loslaten, zodat je gewoon hetgeen kan krijgen wat je wilt. Blijf, kom uit die onzekerheid. Want er is een cup. Want je bent nu niet tevreden, zegt Spirit. Je kijkt naar iets wat jou veel meer geluk geeft. Twijfel niet. Twijfel niet of je misschien financieel erop achteruit gaat. Of dat je inkomsten misschien
niet goed gaat. Alles is bedoeld om van te leren. Ook al heb je misschien even wat minder, maar je wordt er wel gelukkiger van als hij voor je hart kiest. En dat is echt zo belangrijk, want geld is ook niet alles. Liefde, dat is heel belangrijk, want liefde kun je niet kopen. En natuurlijk is een huis belangrijk. Je moet natuurlijk een dak onder je hoofd, boven je hoofd, onder je hoofd, boven je hoofd. Maar dat zijn allemaal materiële dingen. Dus het kan zijn dat je je daar dus een beetje zorgen over maakt soms. Hoeft niet, kan wel, maar het kan ook innerlijk en uiterlijk zijn. Onbewust en bewust. Maar er is groei, want je ziet hier ook. Ook al zou je er misschien eventjes, of lijkt het, want het voelt voor mij of ben jij allemaal dingen in je hoofd te creëren om het niet te doen? Maar waarom doe je het, waarom zou je het niet doen? Draai het eens om. Wat nou als het wel lukt? En wel die groei oplevert hier met die prachtige boom. En je veel meer geluk gaat brengen. Zo kun je het ook bekijken. Zodat die cup die hier staat, die hele grote joekel, zodat die gevuld kan worden. In plaats van die cupjes die hier liggen, die eigenlijk gewoon niet meer dienen. Ja. Ja, ik kan het soms makkelijk zeggen. Hier, Temperance. Wij steunen je. Let op je dromen. Je wordt begeleid. Let gewoon op je gedachten. Let echt op je gedachten. En ga niet denken wat anderen daarvan vinden. Want mensen hebben altijd een oordeel. Dat zul je altijd zien. Maar ja, je hebt een spirituele connectie, is wat ik zie. Ga daarvoor. Want dat gaat je echt, gaat je ziel heel gelukkig van worden. Dit is wat ik voor jou heb, lieve vissen. Ja, het zal niet met iedereen resoneren, maar het is, ja, soms is het vrij gecompliceerd. Maar ja, dat is de liefde soms ook. Dus ja, ik wil jullie hartelijk bedanken. Mocht je kans willen maken op een persoonlijke reading, laat het me weten. Abonneer op mijn kanaal, dat is kosteloos wat ik al zei. Een like voor deze video en een rood hartje en een paars hartje. En een like en abonneer voor dit prachtige deck. Ik wens u al het goeds, lieve vissen. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doeg!